als je in het veld staat en je krijgt... en de scheidsrechter ziet zo'n duw en die gaat naar het gezicht... kan hem heel goed voorstellen. Ja, maar dat gelul, het gaat helemaal niet naar het gezicht. Hij geeft hem zo met twee handen een duw... en die gozer die gaat liggen rollen en die grijpt naar zijn hoofd. Maar jij hebt hem geel gegeven. Ik had hem geel gegeven, ja. Ja, want ik vind nog steeds iemand een duw geven minder erg... dan iemand op zijn poten staan. Maar wacht even, we hebben net gezien dat iemand een deal kreeg... en dat vind je niks, dus in die wedstrijd van Ajax met Haller. Dat was ook een deal. Ja, maar dat telt het niet. Dat is een andere deal. Dit was een reactie op een nare overtreding. Of in ieder geval een ongeluk. Maar in ieder geval, hij gaat hem op zijn klauwen staan. Maar Johan, zou ik dan nog met terugwerkende kracht in beroep kunnen... ik heb ooit een scheidsrechter een duwtje gegeven. Nou, ja. Ja. Nou, Hans, niet alleen een scheidsrechter... maar ook een heel peloton dames heb jij een duwtje. Maar Hans, daar heb ik geen spijt van. Hoeveel wedstrijden ook alweer? Nou, 24 wedstrijden schorsing, maar het was een duwtje. Dat is niemand gelukt. Maar dat was bij nacht. Het was een duwtje tegen zijn borst. Ja. En ik hoor nu dus van... achteraf moet je eigenlijk nog worden vrijgesproken. Ja. Ik hoor nu van jou en van Johan dat een duwtje tegen de borst... De wind kwam er ook nog een beetje onder. Ja. Maar ik vond 24 wedstrijden best veel. Ja, dat is ook aanvechten. Ja, dat is ook aanvechten, ja. Hoe heette die roze ook weer? Wil de Vriezen. Oh ja, de Vriezen met een Z, ja. Met een Z. En die heb ik later meegemaakt op een lezing. En ik zit in de zaal op de eerste rij. En die man die opent, ja, ik ben Wil de Vriezen en ik ben een winnaar. Ja. Ik denk, ik moet hier weg. Ja. En na de pauze Hans van Breukelen waarschijnlijk, of niet? Toch? Nee. Ja, wel, die doen dat samen natuurlijk. Nee, Hans van Breukelen, daar kan ik niet tegen. Dat is een aardige man, maar daar kan ik niet tegen. Is wel een winnaar. Ja, maar Breukels trouwens. Maar die ging echt door de lucht, hè? Die wilde vriezen. Ja, dat is een behoorlijke deal. Mijn vader die zei van, jongen, pas op, je kan zomaar 10 wedstrijden schorsing krijgen. Ik was met jouw vader een keer bij een wedstrijd van de FC Twente. En je moeder was erbij, want die twee gingen na die wedstrijd... gingen ze op vakantie Duitsland in. Hmm. En we zitten op die perstribune en jij krijgt weer een rode kaart. En toen zegt je vader tegen mij van, godverdomme, heeft hij weer een rode kaart. Hij zegt, kan ik daar in de auto de radio niet aanzetten? Want als Lia dat hoort, dan is ze weer helemaal van de kaart en zo. En zo zijn die mensen op vakantie gegaan om die structurele misdragingen van jou, Hans. Ja. En dan heb ik het nog helemaal niet over die meisjes. Mm. Maar daar kunnen we een keer een hele uitzending aan erbij doen. Denk ik dat we niet in één uitzending genoeg hebben. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.